Goedemorgen, het is donderdag, hemelvaart. Welkom bij een nieuwe vlog. Ja, ik zal zo pakken. De dochter begon met entertainment. 6 politieauto's. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Vandaag wordt het super warm. Dus wij gaan... super warm, het wordt lekker warm. Wij gaan 's ochtends gewoon een beetje hier in het huis. Dan gaan we met de lunch naar mijn ouders toe. Zodat we daar lekker in de tuin kunnen chillen met de kids. Ze hebben zo'n heel leuk waterspeelding. En ons badje hebben we ook daar samen bij. We hebben het geen tuin. Ja. Het boekje? Ja. Oké. Okay. Ja, nu even deze aan de kant. En anders dan wordt het een rommeltje. Kijk eens. Mama gaat even ontbijten. Heb ik een politieauto gemaakt. Oké. Wat ik dus wilde zeggen is dat we daar naartoe gaan en dat we daar ook iets van de salade of zo gaan eten vanavond. Ja. Ja, wat wil je zeggen? Waarom bestaan apen? Waarom bestaan apen? Nou, als iemand het antwoord weet, dan laat het hieronder in de comments achter. Waar zijn apen van gemaakt? Waar zijn apen van gemaakt? Ja, dit soort vragen krijgen wij dus. Ja, je moet er maar antwoord op weten. Waarom bestaan apen en waar zijn apen van gemaakt? Dat zijn de vragen die wij vandaag moeten zien beantwoorden. Moet ik helpen? Ja. Oké, okay, dan gaan we zitten. Ja. Oh, baby. Zit je? Ja. Veel plezier. Nee. Nee? Glitter, hè? Ja, je kan beter naast de dingetjes kleuren. Beter hier mama, kleuren, kijk, ja. Kijk eens hoe mooi. Oh, wat mooi, lieverd. Kees, tuin. Het is de ruimte. Tuin. Ja, is dat een sloot? De ruimte te maken. De ruimte. Dit neem ik ook even mee. Dit gaan we even bij mijn beste vriendinnetje in de brievenbus gooien. Die heeft net een babietje gekregen. Dus ik heb gezonde brownies gemaakt. Want ja, dat kan je altijd gebruiken als verse papa en mama en ook een zoontje. Wat bijna 3 is. Goed, dat. Ik moest een aantal dingen doen. Dat heb ik ook gedaan. Nu is het even opruimen en dan gaan we zo de deur uit. Onze vriend. Oh ja. Dat is natuurlijk die leeftijd. En er zat ook een kaart bij van Gert. Zeg. Oh, lachen. En de rookvogels, weet je de wel. De rookvogel, zeker. Geweldig, zo noemde mijn broertje de roofvogels. Nou ja, en mocht ook. We zijn inmiddels bij mijn ouders, tenminste wij, Helen en ik. Want mijn vader is met Niels eventjes. Ah, ja. Want Niels is even met opa voetballen en Svenny is sporten. En Ellen en ik hebben eventjes de brownies langsgebracht. Dus wilde ik in de briefbus gooien. Het werd er open gedaan, dus wij mochten zo waar nog even naar binnen. Nou, dat moet niet gekker worden. Dus ik heb de baby weer eventjes gezien, heel leuk. Gewoon uiteraard op afstand. En wij zijn nu lekker in de tuin. Het kan be bright day. Klim ik overheen. Wij gaan lekker buiten lunchen. Morsen. Ja, ga je morsen? Oh. Liggen. Laat de baby liggen. Dan ging je achteruit springen, Niels. Ja, maar dit is het zwemmen, maar hier is niet het zwemmen. Oké. Okay. Lekker liggen. Ah. Lekker met sokken. Kids zitten heerlijk in bad. Tenminste, één is het nu een ijs te eten. We hebben net allemaal een ijsje gegeten. Niels zit al in bad. We hebben net even, hoe heet het? We hebben net even ijsjes gehad bij de ijswinkel en voor de kids waterijsjes. Ik heb inmiddels een badpak aangetrokken, maar die vulling zit scheef. Niet dat ik een vulling nodig heb, maar... Ondertussen heb ik hier een kiemproject van Niels.
chef mama is aan het koken. Het ruikt wel goed. Griekse vies. Ja, een gek op Grieks. Ik ben onze ruimte in het huis in een ander. Ik had een boek gemaakt waar ik dat allemaal in ging doen. Waar ik de moodboards in wilde maken. Maar dat boek valt helemaal uit elkaar. En dit is gewoon een ringband. Dus daar ben ik het nu aan het doen. Volgens mij vertel ik het ook eerder. Dat ben ik dus nu even aan het tekenen. Terwijl de kinderen een filmpje kijken met opa. En oma de laatste hand legt aan het eten. Want ze had het allemaal al voorbereid. Dus het kan slechter. Dus we zijn lekker ook te lezen. Goedemorgen. Volgens mij had ik het nog helemaal niet gezegd. Het is vrijdag. Ik heb het warm. Ik heb net schoongemaakt. Want dat moet ook gewoon gebeuren natuurlijk. Tegenwoordig doen we dat gewoon weer zelf. Moeten we wel eens bedenken, maar ja, weet je, hoe lang is ook voor haar natuurlijk, voor onze hulp niet zo fijn dat ze zo lang niet kan komen. Maar goed, voor nu wilde ze het zelf in ieder geval ook nog niet. Dus voor nu is het oké zo. En nu is dat allemaal gedaan. En nu is het bijna lunchtijd. Dan gaan we lunchen, gaan de kids even naar bed en dan gaan we... een stukje fietsen en even naar de bibliotheek. Want die zijn weer open. Even kijken of we dan misschien dat alleen Niels en ik naar binnen gaan. Of alleen Sven en Niels en dat Eden en ik dan. Of Sven en Eden iets anders gaan. We moeten even kijken. Dit is mijn outfit. Deze broek is van Most Wanted. En het shirt trouwens ook. Licht hysterisch. Ja, het is lila. Je camera doet het niet verkeerd. Maar ik vond het wel heel cool eigenlijk. Ik dacht toen is een beetje iets out of the comfort zone. Maar goed, het schijnt te regenen. Dat is dan weer jammer. Maar het zit ook passie lekker. Dus, we gaan. Oh, ik heb trouwens van allebei een S, hè, mocht je het willen weten. Wij zijn bij de bieb. Er is verder helemaal niemand. Behalve Sven. En verder is er niemand. Maar zeg maar, dit is ook allemaal afgesloten. Uiteraard. Mama is af. Ja hoor, mama moet even pakken. Even kijken. Niels, jij mag kiezen waar ik mijn hand en voet neer moet zetten. Die moet daar. Nee, een stroopwafel, ja. Linkerhand en waar mag mijn linkervoet? Daar. Of wat? Ja, dat moet ik zeggen dat je heet. Ja, oké. Okay. Hier ook? Ja. Oké, jij bent. Papa. Oh, ik mag kiezen waar jij je rechterhand doet. Dus deze hand die je moet op de stoel vragen. Oh, daar komt Lena ook. Ik ga jullie allebei pakken. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb een masker op mijn hoofd. Het Dokter van de Hoge Luxury Lotus Lychee Scrub Exfoliërend en Diepreinigend Masker. Vandaar dat het een beetje ranzig uitziet. En ik heb het Olaplex masker in mijn haar. En dat laat ik allemaal even 10 minuten intrekken en dan ga ik onder de douche. Dus ik loop er nu even zo bij. Niels is vandaag voor het eerst weer zijn sport. Alleen het is zonder ouders. Dat betekent ook dat Eden gaat normaal mee. Dat kan ook niet. Maar dat betekent dus ook dat Sven er niet mag blijven. Dus dat is nog even een uitdaging voor Niels. Want Niels vindt het nooit zo fijn. Dus we gaan het even zien. Daarna gaat Sven even naar de IKEA een bestelling ophalen. Met allemaal kleine frutsels. En... dat zijn eigenlijk de grote plannen voor vandaag. En ik denk dat we heel veel boekjes gaan lezen. Want de nieuwe boekjes vallen erg in de smaak. Ik had voor Eden onder andere een Nijntjes eerste woord of zoiets. Nou ja, dat was veel te makkelijk voor haar. Maar ze vindt het wel heel leuk om te doen. Dus dan doen we dat lekker. Ja, het wordt een spectaculaire dag. Ja. Omdat Eden en ik vinden niet dat het kasteel om gaat vallen. Want anders moet het... gebouwd worden. En we willen dat nou het Elfa kasteel zijn klasse dingen. Met zijn vrienden Sula,
Pando. Is dat dokter Panda? Ja. Oh. En zijn grote nicht Coco. Ja, Panda. Ja. Wat zegt de koe? Boe. En wat zegt het schaap? Nee. Poesje. En wat zegt die? Poesje. Wat zegt de poes? Ja. Ja. En wat zegt deze? Hond. Ja, wat zegt de hond? Waf. Ja. Wees. Eind. Heel goed. Huis. Oh, we zijn er weer eentje kwijt hoor. Oh, wat hebben we hier? Ik heb één. Eén tappen. Gaat één naar slapen? Ja. Hoe heet dat? Bed. Ja. Boom. Een stoel, heel goed. We zijn er nog eentje vergeten, want die zit altijd vastgeplakt. Nou, Niels had vandaag weer sporten, maar hij moest zonder ons. Nou, dat was niet zo'n succes. Daar waren wij ook wel een beetje boven hoor. Hij vindt dat gewoon heel lastig in zijn eentje. Hij vindt dat echt... dan gaat hij dus liever niet. Maar dat vond hij eigenlijk ook verschrikkelijk. Dus nou, het was één groot drama. Want hij wilde heel graag, maar hij durfde niet. En nou ja, het was ook heel sneu, weet je. Want ja, weet je, wat, tot waar moet je dan gaan, weet je wel? Moet je hem dwingen om daar te blijven dat je weet dat als hij daar eenmaal is, dat hij het heel leuk vindt? Of moet je dat niet doen? Laten we eens even dit allemaal opruimen. Ja, gewoon heel ingewikkeld, want je wil gewoon, ja, je wil niet dat hij zich gaat, weet je, dat hij zoveel angst heeft dat hij iets niet gaat doen. Tenzij hij het echt niet wil natuurlijk, maar hij wil dit wel. Dus hij zegt, ja, daarheen gaan, dat moet ik huilen als ik daarheen ga, dan wil ik niet meer daarheen, dan wil ik. Hij was helemaal hysterisch. Hij kwam er ook gewoon niet meer echt lekker uit. Op een gegeven moment had hij toch bedacht dat hij wilde, maar ja, toen was het nog maar 10 minuten, dus ja. Dat kan dan niet meer. Nou ja, dan kunnen we vragen of Lies bij de oudere groep is. Dat is zijn beste vriendinnetje. Want die zit in een groep hoger. Want die is ouder. Maar goed, die bleek er niet te zijn. Dus toen waren we net op weg. En toen kreeg ik het appje dat zij er niet was. Toen zijn we omgekeerd. Dacht, ja, ik ga hem niet voor het eerst in een nieuwe groep zetten. Want hij mag op zich wel naar die oudere groep. Maar ik dacht, ik ga hem daar niet neerzetten als hij al zo is. Maar hij zat echt helemaal in de knoop met zichzelf. Want hij wilde, maar hij durfde niet. En hij, nou ja. Dus ja, als ik dan nu niet ga, dan wil ik straks wel. Dus ja, dat kan niet. Want ja, dan is de les af. Ja, dat doet hij ook wel weer. Maar goed, hij had er heel veel problemen mee. Het was heel vervelend. Maar goed, puntje bij paaltje is dus eigenlijk niet gegaan. Hij is nu even met Sven mee onze bestelling ophalen bij de IKEA. Want dat moet ook gebeuren. En dan gaan we even deze aanpakken. Dit is een van onze grootste keukenfrustraties. Ik heb het al, nou ja, nu zie je het niet meer, maar ik had het redelijk opgeruimd. Maar deze bakjes is hel. Wat we nu hebben gedaan... Oh, wat we nu hebben gedaan is, we gaan alle oude bakjes, zeg maar, al deze dingen en deze allemaal weg doen, want die zijn allemaal echt heel oud en smerig. Daar komt één setje nieuwe voor in de plaats. En Sven die wil niet meer uit plastic bakjes, die wil helemaal glas. Dus we hebben een paar glazen dingen. En natuurlijk Niels' broodtrommels en zo blijven. Maar dan hebben we een bak gekocht die we hier inzetten. Als ware het een la is, zeg maar, kan je hem uitschuiven. Want dit stort de hele tijd allemaal in. Dan word je helemaal gestoord van. In ons nieuwe huis hebben we meer laden in de keuken. Wat fantastisch is. Oh, ik krijg even zitten. Oh, hallo. Hallo. Woes. Kroes en woes. Oh, we zijn wel lekkere prinses zo samen hoor. Oh. Ach, wat lig je daar? Een tafel. Ga even slapen. Wil je slapen in de bed? Ja. Moet jij bed brengen? Oh, ik ga nu even slapen. Nee. Nee, hoeft nog niet. Je mag heel veel wakker blijven. Maar daar hebben we dus meer laden, zodat we dit soort ellende niet meer hebben. We zaten vanavond ook eventjes, we bestellen nu steeds op zaterdag om een restaurant levend te houden.
En normaal doen we het eigenlijk ook bij ons vaste restaurantje, maar het weet... Oh! De boefaan. De boefaan? Heel goed verhaal dit. Normaal doen we dus om de restaurants te redden op zaterdag wat bestellen. Het restaurantje waarbij we dat normaal doen, dat vonden we nu niet zo'n heel lekker... niet zo heel veel opties bij zitten waarvan we dachten, daar worden we heel vrolijk van. Dus we gaan nu weer bij restaurant Blij bestellen. En daar hebben we laatst ook gedaan, 3 gangen menu. Dat is iets duurder, maar niet veel, want het is €20 de man. En dat wordt dan straks bezorgd. En dan gaan we dat lekker vanavond eten. En dan gaan we het voorgerecht eten waar de kids bij zijn. Dan krijgen de kids, gaan we gewoon, ik denk wat rauwkost en een omeletje en een boterhammetje voor maken. Kan best een keer, denk ik. Ik denk dat ze zelfs heel blij van worden. En dan maken we het hoofdgerecht aan het eten als Niels gewoon lekker nog aan het spelen is en Elin in bed ligt. En dan het dessert doen als ze allebei in bed liggen. Oh god. Elin gaat naar Nee. Elin kan tegenwoordig de voordeur openmaken. 1, 2. Hopla. Gaat Olaf ook? Ja. Waar is Olaf? Olaf doen. Ja, ga Olaf ook maar laten glijden. Hopla, kijk dan zo. 1. Nee. Kijk. Nee. Oh, moet ik de trap. Ik bedoel, zo kopen. Wat gaat hij kopen? Eet je kopen. Ik heb opa. Ja. Ik heb opa. Kijk, we hebben dus een bak. Schuif er gewoon uit. En dan hebben we hier de broodtrommels. Dit is mijn, vind ik echt een fantastisch ding. Deze is van Systema. Dan doe ik dan sla in en dressing en zo. Helemaal top. Broodtrommels van Niels. Dingen voor fruit. Dit is nog een reservebroodtrommel waar de deksel van stuk is. Maar ik dacht, ja, als een keer een broodtrommel stuk gaat, kan ik weer een andere deksel doen. Dit zijn nog bakjes voor in Sven's systeem. En dat zit nu, is nu nieuw. We hebben hier daarachter, ik weet niet of je het kan zien, denk ik niet. Daarachter staan nog 2 bakken als reserve. En dit gaat dus allemaal weg, want dit is allemaal al heel oud. Zeg gewoon, zeg maar dat je denkt, het is verproeverd. Dus heb ik nu een nieuw setje, maar die moet ik nog even in de vaatwasser doen. Deze. En voor Sven dan deze. Met glas. Alleen we hadden. En één zo'n ronde ook met glas. Maar oh ja, en die is ook wel trouwens briljant. Want die is dus rond. En doe je een deksel erop. En dan heb je dus een koelelement. En hij heeft een soort van yoghurt altijd mee. En daar. Een soort bevroren iets. En dan kan je gewoon de koelelement erop doen. En dan blijft het dus koud. Heel handig. Dit is een laptopstandaard voor mij, want voorlopig werk ik nog wel thuis, heb ik begrepen. Dus dan moet ik toch wel wat ergonomischer aan de slag gaan. Zo'n nieuw plateautje voor het stoeltje van Elin, want het is zo vies en kapot. Maar wat we dus net hadden is, kijk, dit is meteen afgebroken. Het zat zo op elkaar gestapeld. Hoekstukken. Het zat er zo opgestapeld dat je ze gewoon niet uit elkaar kreeg. En wat allemaal te doen was. Het gereedschapsetje. En wat je nu hoort, is een bestuurbare auto. Die moest dus de batterij van worden. Oh ja, en nieuwe glazen. Want onze glazen gingen stuk voor stuk. Stuk voor stuk. Kijk, is toch wel even een verschilletje. Hè? Ik weet niet of het goed overkomt beeld. Maar kijk, laat ik helemaal los en zo. Dan krijg je gewoon niet meer schoon. Ook niet in de vaatwasser. En dit. €5. Ik ben toch helemaal blij. Ik zeggen dat we dit ding al hebben sinds Niels 0 is, dus misschien is 1 kind per stoel voldoende. Goed. Daar zit er wel. Ik kan deze wel maken. Ja, dat weet ik zeker. Ik zie al. Maar er zijn wel de slechte ideeën bij. Echt waar? Nee, er is een stukje. Oh ja. Van de slechte ideeën. Kijk, dit zijn ze. Hier oh ja. Van Precies in de verte inderdaad. De Zazu,
Dus ik lekker te puzzelen. Ik zit met een glossy bed. En de gerechtjes staan in de oven. Je hoeft eigenlijk bijna niks te doen. Nu moet je alleen wel een biefstukje aanpakken. Maar dat kan mijn chef wel. De boodschappen zijn bezorgd. Ene ligt op bed. Dus wij gaan nu het hoofdgerechtje doen. En dan kan hij nog lekker bij ons zitten. En dan gaat hij naar bed. Dan hebben we nog de dessert. Kijk, in de making. Rob Geus, de inspectie, had hij allemaal hartstikke goed. En dan gaan we het naar pad. Ik heb wel een leuk in. En het dessert. Ik heb dus iets heel bizars. Als ik dus een wijn drink, dan krijg ik dus een verstopte neus. Niet bij alle wijn, maar over het algemeen wel. En ik weet, mijn moeder heeft dit bij witte wijn. Ik heb het bij witte wijn, bij rosé, volgens mij ook wel bij rood. Ik heb nog niet echt ontdekt waar het aan ligt wanneer ik het wel niet krijg. Maar 9 van 10 keer krijg ik het. En ik heb net neuspray genomen. Ik kon eigenlijk niet meer ademen. Tenminste, ik kon ademen met mijn mond. Maar niet heel prettig. En normaal neem ik dan pas 's avonds neuspray. Maar nu was het gewoon heel erg. Maar ik was dus heel benieuwd. Want als ik dus wijn drink, dan moet ik dus neuspray nemen. Dat doe ik dan in principe alleen voor het slapen. Nu heb ik het toevallig even niet gedaan, maar omdat ik echt geen lucht meer kreeg, geen zin in had. Maar ik ben heel benieuwd of iemand hier ervaring mee. Misschien tips, want ik heb niet echt zin om elk weekend aan een neuspray te zitten. Maar dat is nu wel het geval. Omdat ik wel elk weekend een wijntje wil. Dus ik was even heel benieuwd. Heb iemand tips? Ik hoorde net over een nieuwe serie op Netflix. Ik denk die gekeken, want ik heb gisteren Working Moms afgekeken. Ik geloof niet dat ik heel veel zin heb in een film. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Het eten was trouwens echt weer heerlijk. En we hadden het al over, van zou het na 1 juni, als de restaurants weer open zijn, dan zou dat soort dingen dan blijven. Ik ben heel benieuwd. Nou, wij gaan nu wel weer bij ons stamkroegje hoor, want dit was even leuk als uitstapje. Maar ja, weet je, we steunen hen natuurlijk het meest. Maar we zijn ook heel benieuwd of die het na 1 juni blijven doen. Voor onze portemonnee zou beter zijn, maar niet. Nee. Ik dacht ook, we gaan het dan sowieso niet meer elke week doen. Als ze open zijn, dan hebben ze ook weer inkomsten en zo. Maar het is wel leuk om dan af en toe te kunnen blijven doen. Maar in de kids hebben gewoon een lekker pastaatje gehad met tomaatgroentesaus. Dat was helemaal prima. Ik heb voor Niels nog wel een leuk toetje gemaakt toen een en al op bed lag. Dus ja, nu ga ik lekker een serietje kijken. Goedemorgen. Nogmaals goedemorgen. Dus de kids zijn eventjes met opa en oma aan het bellen. Want die zien ze natuurlijk nog steeds niet. Het wordt vandaag verschrikkelijk weer, dus misschien dat we vandaag even de houseparty gaan doen met mijn nicht en de kids. Even kijken, maar we gaan zo nog even buiten voordat het gaat regenen. Ik wil straks even Zumba doen. Sven heeft ook sporten, straks wil nog Niels mee. En verder gaan we gewoon, ik denk dat we een beetje gewoon heel veel speelgoed gaan pakken. En focus op mij, heel veel speelgoed gaan pakken en even kijken van waar voor het weinig mee gespeeld, waar we veel mee gespeeld. En dan kunnen we een beetje husselen. Moet je af en toe een beetje roleren, om het leuk te houden. Goed, dat gaan we doen. Er wordt hier even meegespeeld met Sven. Niels doet altijd wel mee, vindt hij leuk. Een half uur of zo. Ga ik zo eten geven. En ondertussen ben ik de dingetje aan het uitknippen voor ons moodboard. Ik heb ook even een poes uitgeknipt. Ik kan niet echt een middens lookalike vinden, maar ik dacht, mits moet wel ergens terugkomen in het moodboard. Vooral omdat ik moet bedenken waar we de kattenbak gaan neerzetten. Staan de deuren. Nou, en zo ben ik een beetje aan het kijken. En ik knip van alles uit. En daarna ga ik dan in een moodboard. Ik loop even weg uit de drukte, maar wat ik volgens mij helemaal niet verteld is dat ik de interieurstyling cursus van de huismuts gaan doen. Superleuk. Dat leek me. Ik heb het sowieso. Vroeger wilde ik altijd architect worden. Maar goed, ik ben heel blij met mijn baan nu hoor. Daar gaat het om. En dat ik hier ernaast kom, vind ik natuurlijk top. Maar ik merkte dat je zit gewoon heel erg in je. Ik heb er echt wel kijk op. En een soort van verstand van tussen aanhalingstekens. Maar je merkt wel dat je altijd in je eigen
groef zit. En dat is prima, maar ik vind het ook wel goed om even... Ik zie nu pas wat mijn haar echt enorm is opgelicht. Maar dat ik het ook wel leuk vind om nieuwe dingen te leren. En gewoon even net ook een slagje dieper. Ik bedoel, ik kan een moodboard maken en ik kan, weet je, dit soort dingen kan ik prima bedenken en maken. Maar ja, het lijkt me heel leuk om even een frisse kijk. En zij, ik vind haar stijl prachtig. Het is niet per se mijn stijl, maar ik vind haar stijl wel heel prachtig. En wat ik vooral ook heel interessant vind om te leren, zeg maar, hoe je verschillende stoffen en materialen kan combineren. En gewoon net even een beetje out of the comfort zone, zeg maar, wil ik gewoon, vind ik interessant. Dus het lijkt mij gewoon heel leuk en leerzaam. Dus dat ga ik doen. Maar ik wilde dus ook nu alvast mijn moodboards hebben. En dan ben ik ook heel benieuwd of dat dan gaat shiften, zeg maar. Dit is natuurlijk niet alleen mijn moodboard, maar ook die van Sven. Maar wij hebben heel erg dezelfde stijl. Dus ik knip heel veel uit en dan gaan we samen zitten om de keuzes, zeg maar, te maken. Maar ja, wij zitten heel erg op één lijn. Dus, maar goed, nu ga ik Eden eten geven, want het is 11:45. En anders wil zij dat meesporten, maar dat is gewoon niet zo handig. Dus ik ga haar lekker eten geven, want zij gaat altijd om 1 uur slapen. Ik heb, we hadden ooit dit magnetische zand. Tenminste, dat hebben we nog steeds. Alleen de bak waarin we het hadden, die was kapot gegaan. Dus ik heb net even met Eden, goed zo. Maar Eden is er nog nooit mee gespeeld. En ik heb net eens met Eden even een nieuwe bak gehaald. Maar het was iets minder succes dan ik had gehoopt. Want mensen die hielden echt geen afstand. Maar goed, we hebben een bak. Niet helemaal wat ik wilde, maar goed genoeg. Goed zo, scheppen. Ja, goed zo. En ze is gek op het met zand spelen. Dus vooral ijsjes maken. Ben je ijsje aan het maken? Ja. Lekker. Ja. Lekker. Mama ook ijsje? Oh, lekker. Ja. Nom, 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 nom. Maar goed, dat hebben we gedaan. Maar het was dus niet zo heel groot succes. Omdat het gewoon... de mensen hielden gewoon geen afstand. Gewoon echt niet. Maar goed, we hebben het overleefd. Ik had desinfect bij me. Dus ik kreeg een vreselijke jeuk op mijn gezicht. En dat wil je dan eigenlijk niet. Maar aan de andere kant word je echt gewoon helemaal gestoord. Lastig. Maar goed, we zijn op meerdere plekken geweest. In één winkelcentrum. Maar bij de Xenos, de Action... Deze kant van de Action, bij de Xenos heb ik nog wat dingetjes voor haar verjaardag gekocht. Want ze is bijna jarig. Deze servetjes. En deze bordjes. Ja, de vraag is natuurlijk hoe we haar verjaardag kunnen vieren. Maar goed, anders gebruik ik die bordjes ook altijd nog voor verven. De rietjes. En voor de kids dan nog wat bekertjes. En verder nog ballonnen, ook met die oogjes erop, witte ballonnen. En deze wilde ze graag zelf, ze mocht kiezen. Welke wil je? Oh, deze. Eden heeft drinken uitgekozen, water van, wie is dat? Wie is dat? Mickey Mouse, hè? Ja, ik ga hem open. Het is tijd voor een kleine workout. Niet te gek, maar ik wel iets pittiger denk dan dat ik vaak doe. Namelijk eentje van Whitney Simmons, die op Instagram heel veel home workouts doet nu. Dus, ik heb publiek. Ik ga beginnen. Die workout gedaan. Ik voel
voel mijn benen, jongens, niet normaal. En nu, over benen gesproken, ga ik kuppen, of hoe dat dan ook heet. Normaal krijg ik altijd een bindweefselmassage bij mijn, sorry voor mijn bukkels trouwens, bindweefselmassage bij mijn schoonheidsspecialist, maar goed, daar ga ik natuurlijk al het niet heen. En toen hadden ze bij Knap Instituut een aanbieding voor van die cups. Ik dacht, ja, ik weet niet hoe lang het gaat duren, dus ik ga het maar bestellen zodat ik het een beetje kan bijhouden. Het is natuurlijk niet zoals dat zij doet, want bij haar ga ik echt helemaal kapot. En mezelf kan ik best wel goed pijnigen, maar ik denk dat ik toch iets liever voor mezelf ben dan dat zij voor mij is. Ik heb trouwens naast te denken hoe dit kan, dat ik steeds zeg maar hier zo gewoon die bukkels heb. Het zou natuurlijk door de zwaardere pil kunnen komen, maar toen bedacht ik me dat ik een tijdje geleden ben overgestapt van mijn Estée Lauder Perfectly Clean toner en face wash naar een Ethos gezichtswas ding en een rock toner. Dus ik heb nu weer mijn Estée Lauder besteld. Dus ik ga even kijken of dat misschien wel helpt. En zo niet, dan ligt het bij de pil. Maar het zou zomaar kunnen dat ik nu iets heb gevonden. Maar dit is zo, dit is echt, nou weet je, verder heb ik gewoon nergens iets. Het is echt alleen maar deze zone. Maar goed, dus nu ga ik mijn benen doen en ondertussen Love Island kijken en dan lekker naar bed. Ik wil je heel graag voor het kijken. Ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. En ja, na dat weekend gaan volgens mij de scholen weer gewoon voetbal open. Exciting. Ik ben wel heel benieuwd hoor. Nou goed, we gaan het zien. Super, bedankt voor het kijken. Doei!